muziek is wel echt mijn passie. De rode draad in mijn leven. Eigenlijk is het een soort motief dat mijn hele leven, sinds dat ik 13 ben, zeg maar, maak ik muziek. En sinds dat moment heb ik bijna elke dag de gitaar in mijn handen. En ik kan niet zonder. Ik zou niet zonder mijn muziek kunnen. Gaan spelen, metal gaan spelen en toen daarna wat rustiger geworden, toen de puberteit er een beetje uit was, normale mensen muziek gaan luisteren. Het is in ieder geval geen hard rock of metal meer. Mijn kant vond Zappa gewerkt. Nou ja, toen ik eigenlijk Senne leerde kennen, toen heeft hij me heel veel dingen over Zappa verteld, daarvoor kende ik niks van Zappa. Eigenlijk door Senne ben ik in aanraking gekomen ook met Frank Zappa, zijn muziek. Ik ben samen met hem ook nog een keer naar een concert geweest van Zappa Play Zappa. Nou, in andere woorden, via Senne ben ik eigenlijk bij Zappa terecht gekomen. Ja, het is een heel leuk project, heel ambitieus. We willen dus de muziek van Frank Zappa echt op zijn beste laten horen, dus we hebben allerlei instrumentalisten erbij gekregen en die gaan allemaal meedoen aan het project. We gaan er echt voor om het zo netjes mogelijk en zo precies mogelijk na te spelen. En dat is bij Frank Zappa's muziek een hele, hele grote uitdaging. De maatsoorten vliegen je om de oren en de loopjes en melodieën. Ja, volle concentratie moet je spelen. Als je niet geconcentreerd speelt, dan ben je zo de draad kwijt en dan kan je het wel vergeten. Dus het is echt een project waar we heel veel voor moeten oefenen. Maar ik denk dat als we het eenmaal echt op poten hebben gekregen en iedereen zijn partijen kan spelen, dat het wel echt heel wat kan worden. En we zien wel wat er daarna verder mee gaat gebeuren. Maar wat mij betreft gaan we er even mee door. Oké, what is going on? Oké, ik denk dat hij niet aanstaat. Dat is altijd heel belangrijk met apparatuur. Dat je het zeg maar aanzet. Daarvoor zit vaak, er zit vaak een knopje op een apparaat. Dan druk je die in en dan werkt het gewoon. Als je dat niet doet, niks. Wat de buren af en toe horen. Ik heb meerdere keren al de politie aan de deur gehad omdat ze dachten dat een kat gewurgd werd. En dat was ook zo, maar ik was ook gitaar aan het spelen.